Ik weet namelijk niet hoe het met jullie zit, maar ik kan geen dungeon of cave meer zien. Ik ondertussen ook niet meer. Poeh. Helemaal kapot. We hebben het best wel lang doorgebracht. Oké, kijk nou. Nou, die intro en dan... Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Triforce Heroes. Ik ben er weer, Zelda Play 20, samen met... Erik. En Erwin. In de vorige aflevering zijn wij met Hellevaters bezig geweest, zijn wij op zoek gegaan naar nymphs. Ja. En toen hadden we er wel eentje gevonden, maar daar kwam ik pas eigenlijk achter door reacties. Zelfs tijdens het editen is het me nog niet eens opgevallen. Maar ja, we hadden dus helemaal geen item drops gehad, dus toen hebben we maar besloten om offscreen gewoon ervoor te gaan farmen. Nou, we zijn echt uren bezig geweest. Maar we hebben eindelijk 3 metal detectors. En 3 nazars. Of ja, eigenlijk 2 nazars, want eentje had er al één. Dus, maar we hebben hem eindelijk. Hier hebben we de nazar en daar hebben we de weather radio. De metal detector. Dus dat hebben we eindelijk gedaan. In vandaag de aflevering gaan wij nog een keer heel eventjes mooi staan. Wacht eventjes, ik mis iets. Dank je. En die wil ik ook nog eentje. Goed zo. Gaan we eventjes daar naar de Golden Bunny. Ach, wat lief. Nou, en vandaag gaan wij dus weer richting Hel. Gelukkig hebben we daar namelijk nog niet zitten te farmen, dus daar zijn we nog niet helemaal ziek van. En gaan wij de Hel exploren. Dus het is heel erg belangrijk dat wij onze Shadow Key bij ons hebben en mijn inventory zit heel vol. Ja, ik had... Oh ja, Obsidian Skull. Obsidian Skull maken. Oeh, heel belangrijk. Oh ja. Dat kan ik gelijk eventjes met dat Cobalt Shieldje even combineren. Ja, die heb ik zelf ook even nodig, die shield. Ja, die heb je één. Ik heb ze allemaal in kistjes gestopt. Dat was bij de furnace, dacht ik? Nee, ik heb al een shield. Ja, maar die tweede kun je dus zeg maar met... Zeg maar. Ja, ik probeer minder zeg maar te zeggen, jongens. Maar het probleem is, dat zeg ik nogal vaak. Kom ik later achter. Dat is vervelend. Maar goed, die tweede kun je combineren. De Cobalt Shield geeft nu maar 1 defense. En de Obsidian Skull geeft ook 1 defense. Maar geeft ook nog eens een keer immunity tegen fireblocks. Zoals bijvoorbeeld Meteor of Hellstone. Nou, als we die samenvoegen, dan krijg je 2 defense. En dus ook die perk van dat je geen zorgen meer hoeft te maken over... dat je op fire dingen staat. En je krijgt geen knockback. Ook heel belangrijk. Maar ik wil er wel... Ik wil geen melee speed erop. Ik wil iets anders erop. Dus tinkerer, kom eens even hier. Ik geen idee dat ook nog wel. Ik wil ook wel heel even reforge. Ik heb 57 gold. 2 defense. Nou, ik wil stage 3. Ik wil stage 3 goeie iets. Oh, dit geeft mijn geld op. Plus 1 defense. Ik ben greedy. Ik krijg alleen maar 2 defense. Ik doe het nog 1 keer. 20 mana. Dat zou ideaal zijn voor Erwin. Kom op. Precies. 4 defense! Warning! Helemaal waard. Oké, welke ga ik dan opofferen? Ja, de Climbing Claws. Die kunnen wel... die heb ik nou niet nodig. Geef wel extra damage. Eigenlijk Bent of Regeneration. Wat geeft die? Nee, dan heb ik toch liever 4 damage. Bent of Regeneration, die hou ik dan gewoon in mijn kistje even thuis. Ken ik hier nog iets? Oh! Ik kan de Coupling Tag maken, omdat we nou die Metal Detector hebben. Dat is wel helemaal mooi. Scheelt er inventory space. Oh ja, daar moet ik ook weer inderdaad even naar kijken. Deze bunny die heb ik van de caves. Die zat bijna gewoon echt tegen lava niveau aan, die bunny. Ik had hem eigenlijk Leroy moeten noemen, die bunny. Ik heb hem gered. Lief, hè? Even kijken. Dan doe ik heel eventjes snel. Ja, ik ga niet knippen, jongens. Mijn lampjes staan niet aan. Het is ondertussen februari, maar het is nog steeds kerstdecoratie hier. Zei ik al, gaat gebeuren. Ja. Nou, kill jij dat bunnetje dat ik net gered heb? Ik wou heel even kijken welke item dit was. Smoesjes! Sorry. Oh, die hebben we er al in hangen. Dan neem ik... Even kijken, hebben we deze er al eentje hangen? Volgens mij niet. Hartstikke leuk. Deze die kan helemaal verkocht worden. Die gaat in mijn eigen... Oh, wacht eventjes. Wat voor dice krijg ik voor deze plant?
Blue Acid Dye. Alweer? Nee, die is wel leuk voor jou. Nou, nee, die staat niet erbij. Hè? We houden het gewoon blauw, dus... Maar ja, daar kan ik wel weer 2 gold voor krijgen. Daar ben ik eigenlijk heel blij konijntje over. In verband met... ik heb net heel veel gold moeten spenderen aan mijn shield, dus... even kijken. Ja, quickstack. Money is weer terug. Ondertussen het dak geworden. Fishing quest! Oh, ik heb nog een strange plant. Oh, eens eventjes. Service Tundra. Okay. Tundra. Reflective Silver Dye. Die is wel leuk. Die hou ik eventjes nog bij me. Trouwens, die mag inderdaad ook in die diekist. Heb ik nog genoeg kogeltjes? Ja, die heb ik nog genoeg. Deze die mag dan even hieronder. Deze die mag dan daaronder. Shadow key. Heeft iedereen een shadow key? Want ik heb er 2. Ik heb er geen. Zeiden ze in koor. Oké. Jij gaat aan dit kant van het huis staan. Bij deze zonnebloem. Ja? Nee, bij deze zonnebloem mag ik staan. Hier. Ja, daar ga jij staan. Oké. Jij gaat hier bij de boonlingen staan. En dan ga ik proberen zo dicht mogelijk in het midden te komen. Dat is ongeveer hier zo. Kijk op een manier. Nee, dan moet ik hem wel daar naartoe gooien. Anders heeft het. Ja. Nee, gooi hem. Kom op, gooi hem. Gooi het zo. Nee, terug! Terug! Ik dacht wanneer je gooide dat het start zijn. Nee. Oké. Okay, in 3, 2, 1, go! Ik zat er ook aan te denken om om een hoek te gebruiken, maar ja, als je dat verknoeit. Ja, wat gebeurde? Ik zag mijn ex in één keer heel langzaam. Ik denk van, oh, Erwin, gaat het? Nee. Weer net niet. Even kijken, nou, die sleutel hier is nou in ieder geval goed gekomen. Dan moet ik heel eventjes de bosses, healing, Erwin, die. Kistje! Blijf leuk. Even kijken. Dit is troep. Even kijken. Nog een blauwe. Oh, die blauwe die mag er ook nog wel bij. Waarom ook niet? Die hebben we hier toch nog niet hangen. Hoppakee. Even kijken. Die spelanker glowsticks. Ik vind ze zelf een waste of inventory space. Dus ik gooi die gewoon heel eventjes bij de materialen. Ik heb geen torches. Hebben we hout? Hebben we maar 5 hout? Oh nee, wacht. We hebben hier hout. Never mind. Gel heb ik genoeg. Even wat torches maken. Oké. Waar zijn de vissen? Daar. Ik ben bijna klaar met leeggooien, jongen. Sorry, hè. Het hoort erbij. Wat is eigenlijk de fishing quiz van de dag? Tundra. Dus we moeten naar de ijsbaan. Geen zin in. Ik ook niet. Volgens mij hebben we daar ook niet echt een hele grote watertje. Nee, daarom. Nee, ja, daar gaan we gewoon de hel in. Waar ga jij naartoe? Go to hell! Oké, doei. Njong. Wacht, liep deze al eigenlijk naar hel? Ja, hij loopt al naar hel. Hou wel in de gaten je falling damage als je het nog hebt. Ja, ik heb het nog, dus ik level op. Ja, ik denk, zeg het maar even. En voor de rest is mijn inventory goed leeg, nou dus... Oh, dan ben ik nog vergeten die banner weg te verkopen. Hoppakee, prullenbakken er dan maar mee in. Oké, ik heb een stack steen bij me voor alvast ook het plateau te maken voor de Wall of Flesh. Maar wat ook heel erg belangrijk is dat wij hellstone gaan minen. Want ik heb het nodig voor mijn pistooltje. Erik die heeft het nodig voor zijn complete armor set. Erwin heeft het nodig voor zijn summon. Dus... ja, we hebben best wel veel nodig. Hoi. Oké, nou. Ik mag... Oh. Dan moet ik er weer aan wennen tot we... Ja. Hoe heet dat? Classlock zijn. Ik zat dus heel eventjes een zwaardje te zoeken. En die heb ik hier natuurlijk niet. Slim. Best wel. Echt veel nemen we dit ook niet echt op, hoor. Op het moment dat we opnemen. Hallo, water. Op het moment dat we het opnemen, nemen we echt gewoon een reeks op tot we genoeg afleveringen ervoor hebben. Tot het samen goed loopt met... ik wou bijna zeggen Pixelmon, maar het is toch echt Pikmin? Je bent allebei met een P. Nou, jullie gaan die kant op. Oeh, jullie zijn al gelijk begonnen zelfs met het minen ervan.
Ik probeer altijd eerst eigenlijk een obsidian skin potion te vinden. Die zijn heel makkelijk bij het minen van Hellstone. Maar ik zorg altijd gewoon voor de juiste manier dat ik veilig bezig ben. Nou, ondertussen zal ik even... Oh, nee, dat is... Oh boy, nou ga ik de Minecraft probleem krijgen. Elke keer als ik mijn inventory wil openen tot ik op E druk. Oh, ja. Bij mij heb ik het expres daarom op E gezet in de instellingen. Ik heb het altijd op default staan. Nou, ik ga alvast eventjes hier ervoor zorgen dat we een redelijke muur hebben dadelijk. Voor de wal van vlees. Dat zou heel fijn zijn, ja. En misschien kunnen we ook al wat guide voodoo dolls vinden. Zolang we voorzichtig doen dat die niet direct in het lava vallen. Nou, ik hoop het niet, anders wordt het een hele pijnlijke ervaring voor ons. En natuurlijk hebben we ook het probleem dat we de hele tijd hier van die vervelende vijandjes blijven spannen. Zo, 4 zilver. Dankjewel. Ik hou van mijn shotgun. Nou, en hier hebben we dus niet het probleem dat de lava slimes een spoor van lava achterlaat als je ze vernietigd hebt. Dat is alleen maar in expert mode. Yep. Dat is echt een gedoe. Dus hier kun je gewoon een onderbroken lijn eigenlijk maken. Oh. Irritante vuurkies. Oh, verkeerde wapen. Poink. Oh. Komt er in één keer zo'n gigantische bom voorbij. Ja, doeken. Komt hij terug? Is hij weg? Nee hoor, gewoon weg. Oh boy. Kan ik even rustig hier eventjes deze brug even bouwen? Oh, en wil jij niet zomaar achter mij aan sneaken? Dat af en toe lag spikes zijn. Daar hield ik geen rekening meer mee. Oh, snijkvogels. Ga weg, ga weg, ga weg. Op het moment even veilig. Nou, we weten nou hoe het met Dead zit. Hem nu mee. Staat even op het moment veilig. Maar dat moet even vermeld worden, kom op. Ja, klopt. Oh, oh. Maar dat maakt me niet blij om. Nee, want jij staat nou met 12. Geloof ik. Nee, ik stond op 9, jij staat op 11. Want net op het einde van de aflevering ben je ook nog een keer dood gegaan. Ik weet het niet meer zo goed. Wie staat op het moment even veilig? Dat kan teleporten. Een moment, ik sta veilig. Ja. Ik moest even een pickaxe maken, gaat niet meer. Op een of andere manier. Heb jij een pickaxe in de lava gegooid? Nee. Oh. Oh. Hado. Ik haat fire imps. Ja, eigenlijk al een grappig feitje over de fire imps. Daar heb ik ook nog heel veel ruzie mee. In het begin van deze Let's Play zaten we eigenlijk aan te denken om iedereen een apart kostuum te geven. Toen hadden we het idee om Mumei dan het Link kostuum te geven. Want ja, hij is onze Link eigenlijk ook. En onze Magikarp trainer. Maar ja, dat was een kostuum voor... Ikzelf zou dan de Mario kostuum aantrekken. En Erwin hadden we dan voor de grap als Creeper. Nou komt het probleem. Op het moment dat we dat dus hadden... was ik zo enorm vaak aan het farmen geweest voor de Mario outfit. Omdat hij heeft dus één kans om een deel van de Mario outfit... volgens mij was het de pet die hij dropt. Ja, de pet. Nou, ik heb daar dus ook uren voor lopen farmen. En denk je dat ik hem kreeg? Nee, natuurlijk niet. Want iets wat je wil hebben, dat krijg je niet. Oh, ik heb hier de eerste paarse kist gevonden. Oké. Wat zit er in hoofdpijn? Nu toen nog heel veel nog niet naar wezen zoeken. Ik ben nu echt Hellstone aan het mijnen. Ik ben hoe heet dat, die brug aan het maken. Dus maar goed, wat zit erin? Mystic Flame Lash. Teleportation Potion. En Platinum Bars. Nou ja, dat is weer een item voor Erwin. Volgens mij kun je alleen maar hier Mage... Oh!
Hallo Guide Voodoo Doll, hoe gaat het ermee? Oké, ik heb de eerste Guide Voodoo Doll te pakken. Oh. En ik heb hier hele vervelende vuurkies. Oh, en ik heb een magma stone. Wat doet die? Inflict fire damage on attack. Oh. Ik weet dat die heel erg handig is voor de power glove. Die een hele goede accessory item is voor Mime. Omdat dat geeft ook nog eens een keertje een extra melee boost damage. En dan ook die fire attack boost. Dus, hi. Maar voordat wij dadelijk de Wall of Flesh gaan doen, is het heel belangrijk dat wij eerst enorm veel gaan vissen. En dan voornamelijk naar crates. Juist, voor hapmolen. Yep. Want het is namelijk zo dat op het moment dat je aan het vissen bent, nog in normal mode en je vindt crates. En je maakt die crates niet open. Dat is echt heel belangrijk, jongens. Die crates niet openmaken. Op het moment dat je in hard mode zit en dan de crates openmaakt, heb je dus al gelijk kans om die oars van dat, van die mode te krijgen. Oh boy. Oh, die keys. Oké, je kunt... Haha, je kunt niet bij me komen. Nou zit ik hier wel met een probleem. Naast daar weer een probleem. Oh boy. Als ik zeg dat ik dit gewoon... Oh, nee. Vuurkies! Snickers! Mars! Nut! Lion! Lion! Lion, echo, echo! Ja, stilte momentjes gaan we tegen, hè? Dat is gevraagd. Daar houden we goed rekening mee, speciaal voor jullie. We doen ons best. Dat is niet genoeg! Oh, het put! En natuurlijk is er ook weer een Wall of Comments aanwezig. En daar gaan we dus op het einde van de aflevering natuurlijk weer eventjes... Langs! Ho, 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 ho! Nee! Oh, we gaan al langs. Oh, dat deed pijn. Oh, ik sprong gewoon hier recht in de lava. Dat klinkt niet zo heel handig. Nee, ik was aan een... Een dodging move van een zo vlammende kies. Ja. En dat ging inderdaad niet zo goed. Oké, nou wat ik ga doen is, als ik hier nou dit even zo weghaal. Stroomt hier die water, of die lava weg. Dat is wel kunstig. Nee. Nee. Schijn nou eens uit om mij de hele tijd te vuren. Hier, health potion. Wat doe je er tegen? Niks. Jongen, wat zullen we stressen? Nogal. Oh boy. Wil je die vuurballen gewoon bij je houden? Dank je. Als ik nou die Mario pet krijg, ik word boos. Fire imps, hè? Yep. Oké, dan maakt het mij echt geen drom meer uit wat er met die lava gebeurt. Hinderlaag! Oh, oké, je hebt geen... ik kan gewoon neerpoppen. Ik kan gewoon neerpoppen boven de lava. Ik doe even die map uit, want ik zie absoluut niet die vijanden. Ja, ik zit helemaal... ingezoomd te spelen, omdat dan, dan heb je een betere resolutie voor op het moment dat je aan het opnemen bent. Yeah. Ik bedoel, die anderen die zitten gewoon op volgens mij 1080. Ja, inderdaad. En dan is alles een stuk uitgezoomde deur. Dus kun je veel verder wegkijken. Een heel stuk, scheelt echt veel. Ja. Maar ja, we moeten alles over hebben voor de opnames. Oké, dit hellstone kan ik wel minen, heel voorzichtig. Tenminste, dat hoop ik. Zelfde player, try to swim in lava. Leroy zegt, ik hou niet van lava. Oeh, hier is lekker wat hellstone. Ja, hier ook. Gewoon niet bovenop. Maar ik heb nog geen obsidian skin potion, daar baal ik van. Nou, ik mine het altijd op een manier zodat het lava mij niet kan raken. Ja, dat doe ik ook. Nee, natuurlijk niet. Ik ga gewoon recht tegen middenin staan. 3000 deaths later. Al was het wel een leuke penalty idee, zeg maar. Zeg maar. Op het moment dat iemand de 15 deaths zou halen. Alleen, die, ja, tot het dan zeg maar weer... Met echt een elastiekje zo. Elke keer als ik het zeg, dat ik dan zo met een elastiekje zo. Pats! De pijn.
Nee, maar tot er dan een penalty zou komen dat je geen items zou... dat je sommige items niet zou mogen gebruiken. Nou, dat vond ik een beetje extreem, omdat we hebben al een class lock. Maar dat je dan bijvoorbeeld 5 gold aan de andere zou moeten betalen. Ik vind het best. Volgens mij zou ik hem voordoen. Laat hem niet in de lava vallen, hè? Nee. Oké. Ik ga heel... Ah, boekie. Een boekie. Oh. Fire Imp, donder nou eens op. Ik vind het zo irritant dat jij gewoon door muren heen kan schieten. Dat wil ik ook kunnen. Valspeler. Ja, daar hebben we echt weer andere items voor nodig. Nou, zover ik weet zitten er niet echt veel items in de melee en de ranger class die door muren heen kunnen. De mage class daarentegen. Ja. Nou, in principe heel laat in het spel, wat ik dus in onze expert mode heb. Ja, kom er maar in. Die is er wel. Welke is dat dan? Die ene lange rode ding. Die spoilers. Oh, die spoilers! Ja, die rengelo... Was dat geen mage weapon? Nee, nee. Die lange rode spoilers is mijn lief. Oh ja, nee, dat klopt. Ik weet nog welke je bedoelt. Ja, dat is die spoiler! Ja. Ik weet welke je bedoelt. Die krijg je door je... Ja, dan moet je die spoiler verslaan en dan kom je bij de spoilers terecht. En dan moet je die samenvoegen samen met wat spoilers! En dan kun je dat ding inderdaad maken. Ja. Dat is bij het spoiler event. Inderdaad. Maar ja, daar zijn we nog langer na niet, want we zitten nog niet eens in hardmodus. Inderdaad, dat gaat nog wel verduren voordat ik dat wapen heb. Oh, hoeveel dead zouden er eigenlijk wel nou niet dadelijk komen in hard modus? Nou, fuck me af, ja. Gaat sowieso leuk worden. Hoezo, ga je ons inhalen? Maybe. Jawel, ga je... Oh, hi, good guide voodoo doll, beest, geval. Dit kan problematisch worden, omdat hier zit geen ingang. Dat heb ik zo gemaakt. Sorry hoor, maar ik heb mijn zwempak niet aan, dus ik kan niet in de lava zwemmen vandaag. Ga heen. Huh? En niet op mij schieten! Ah, oh, ik heb Curse of the Darkness. Dat is zo let's play onvriendelijk. Ga weg. Ga heen. Oh, een Demon Sight! Ah, die mag ik niet gebruiken! Magic. Die zou ik best wel graag willen. Die mag jij ook niet gebruiken! Oh, wacht even, is... Oh nee, wacht even, dat is inderdaad een mage... Ja! Objection! Oh. Ik heb een quick obsidian, Roos. Ja, ik ben hier echt zoveel van die vijanden aan het verslaan, jongens. Echt serieus, ik kom niet aan de power toe! Stress! Nee, Kies. Ga weg. Ga je moeder pesten. Hier veel lava. Ik hou niet van lava! Niet meer in ieder geval. Heb je er ooit van gehouden dan? Nee. Hoe ga ik dit aanpassen? Ik denk gewoon hier een trappetje maken dan maar, hè? Ja! Omdat je niet hier door lava heen kan bouwen, gaan we dan maar zo een trappetje maken. Want als je een trappetje maakt, dan komt er weer zo'n hele stomme vleermuis. En dan moet je dan weer kapot schieten. En dan moet je weer stenen gaan selecteren om weer verder te bouwen. Is de Raria stressvol? Nou, nee hoor. Ja, ik ga je gewoon opsluiten. Met een irritante slime. En nu zit je vast onder die ladder. Deal with it. Goed, kom hier. Nee, rot in. En die gaat weer vals lopen spelen door muren te schieten. Ja, daar heb ik nu ook weer last van. En dan gaat tegelijkertijd een andere teleporteren vanwege de leg spikes. Ja, ze werken gewoon samen. Ze spelen vals. Dat is wel. Oké, nou. Zo, hier komen. I'm making a hill. It's all so silent. My English is very good. My teacher zet zichzelf zo. Oké, ik heb een voelendoel.
Ja, ik heb er ook al twee, want de opkomende baas, ja, we hebben al gezegd, de muur van vlees, oftewel de spoilers! Nee, ballenvlees. Iedereen kent hem, waarom ook niet. Maar die moeten we dus ook verschillende malen farmen om daar namelijk verschillende wapens van te krijgen. Dus. Maar op zich vind ik dat helemaal niet erg omdat die muziek zo awesome is. Wat we er eigenlijk... Oh nee, die kennen we nog niet. Die kennen we nou nog niet. The Wizard is er nog niet. Ik wil een music box. Ja. Kijk, die muziek ken ik namelijk opslaan. Zo wet. Serieus. Oeh, ik zie de onderkant van het spel. Jee. Oké, even rustig hielen. Nou, heel rustig dan. Heb ik dat trouwens een... Oh. Ik heb te veel Pixel Move gespeeld. Ik breng nog de hele tijd per ongeluk een grappling hook. Titan Potion. Increases knockback. Ik wil een Obsidian Skin Potion. Is dat nou te veel gevraagd? Lijkt me wel. Hallo, welkom bij How to Do de Muur van Vlees. Zorg ervoor dat je genoeg blokjes bij je hebt. Plaats 3 blokjes, versla een vijand. Plaats weer 3 blokjes, versla weer een vijand. Selecteer terug naar de steentjes. Helaas, er komt weer een vijand aan. Nou, soms mag je ook wel eens 2 vijanden verslaan. Ja, en heel soms mag je 4 blokjes plaatsen. Heel soms. Ja. Maar meestal houdt dat in dat je 3 vijanden erbij krijgt. Behalve op zonder feestdagen door de week. Het is gelukkig vandaag zaterdag, op het moment dat we aan het opnemen zijn. Dus vandaag mag het. Het is ook geen feestdag. Wel, nu in één keer wel. Shit. Ik kent altijd de feestdag. Verpest het maar weer, dankjewel. Ja hoor, komen gelijk 3 mobs. Dankjewel. Wat lief van je. Hier heb ik echt zoveel problemen mee. Oh, gratis wormhole potion. Daar zeg ik nooit geen nee tegen. Healing potion. Gewoon al die stomme... Oh, hi. Als jij denkt dat jij die paarse troep op mij mag schieten, die ik niet... Tuurlijk doe je het wel, hè. Tuurlijk. Nee, ik heb ondertussen al 171 hellstone. Ah, dat is mooi. Vooral doorgaan. Dat zou ik doen. Dan zorg ik tot die muur... Graag. Want dat is ook wel een van de belangrijkste dingen. Nou, het grappige is dat die niet zo lang hoeft te zijn in normal mode. In expert mode moet je echt een gigantische brug maken. Maar op het moment dat we dus de wall of flesh hebben gedaan, zullen we ook gelijk de... Expert mode versie laten zien. Oh ja, ja, inderdaad. Die dat heel... zal je zien waarom. Ja, die is echt hilarisch. Hoe weten jullie dat? We hebben hem al opgenomen. Ja. Wij dachten niet dat we zo lang bezig zouden zijn met het farmen voor een Czar in de Metal Detector. Dus ja, we dachten dat we al op dit punt eigenlijk al in hard mode zouden zitten. Maar ja, het farmen heeft zoveel tijd. Serieus, is Free Fire Slimes niet een beetje te veel? Ga weg! En mijn zeep. Je kunt ook hier eventjes wat hellstone minen, weet je wel. Nee! Mijn taak is de brug. Ik heb wel wat hellstone. En daar ben ik trots op. Mooi. Kijk, als ik nou een Obsidian Skin Potion had, ging het inderdaad een heel stuk sneller. Maar ja, die heb ik niet. Lava, je mag wel verder stromen hoor. Ik bedoel... Dank je. Oh, daar hebben we weer een Voodoo Skindol. Hoi. Nee, jij schiet niet die paarse goo op mij. Ik heb een shotgun.
Oké, leuk dat je een shotgun hebt. Ja, en ik zal hem gebruiken ook. Is dit nog steeds lava? Auw, ja. Bevroren lava. Leuker kunnen we het niet maken. Wel hete de deur. Willen jullie alsjeblieft stoppen met die paarse guw op mij te vuren? Ga weg. Ga heen. Ik heb wel zo'n stom boekje. Die ik niet mag gebruiken. Die ik daar weg moet geven. Ja, klop, klop. Hier. Doe de deur open. Krijg gelijk een kogel in je smikkel. Wat lief. Stilte, jongens. Stilte. Hi. Ja, sorry. Ik ben een beetje geconcentreerd bezig nu. Ja, ik zit het ook. Ik ben heel erg aan het reetje op het moment. En dan gaan we nu over naar... Lava, nee, lava. Nee, lava. Nee, lava. Nee, lava. Nee. Nee, lava. Nee, lava. Nee. Nee. Oké. Okay. Ach ja, mijn Pixelmon hadden een ander probleem. Dan was het geen lava, maar Java. Inderdaad. Ja, ik wil niet heel vervelend doen, maar dat doe ik altijd. Maar het scheelt maar één lettertje hoor. Het is even irritant. Nou, eventjes hier die stenen brug. I'm building a bridge on my own en weer een shadow chest. Ik heb er nog geen gevonden. Ik heb er eentje gevonden. En wat zat erin? Daar zat de speer in. Oh, dus jij hebt gewoon een melee wapen. Ja. Die je niet gebruikt. De speer is niet het beste wapen, vooral omdat ik nu best wel andere hele goede wapens heb. Oeh, voedendol, gast. Nou, we kunnen dadelijk een enorm tekeer met die voedendols. Ik heb er ook al 4. Mooi. Obsidian Skin Potion! Mooi. Dat is zeker handig. Ga ik daar ook even mee helpen met Obsidian Minen. Wat eigenlijk best wel handig is om... Oh, we zitten al 32 minuten. Oh, nog eentje! Oké, dan doen we dat dadelijk even splitsen in de tweeën. Maar we moeten dadelijk terug naar boven toe. Zo snel mogelijk om eventjes de wall of comment op te hangen. Omdat we zitten al op de 32 minuten. Dus we moeten eigenlijk deze aflevering zo snel mogelijk dadelijk gaan afsluiten. Oké, dan gaan we dat doen. Ik heb de boog! Oeh. Dat is zeker handig. Oh boy. Ik wist niet dat er ook range items in de kistje zouden zitten. Ja. Het handige van die boog is, je moet er gewoon normale houten pijlen voor gebruiken. En die houten pijlen veranderen dan in flame bats. Dus met goedkope munitie doe je veel schade. Weet je wat ik nou het allerergste vind? We zitten nou tegen het einde van de aflevering. Ja. En nog zorg jij ervoor dat ik weer die fisherman weer erin moet gaan editen met dat deuntje tot het weer omhoog komt. Dankjewel! Ja, graag gedaan! Heb je tenminste wat te doen? Heb je tenminste wat te doen? Dan moet ik het nog niet terug te doen, hè? Oké, ik doe deze heel eventjes hier, want ik moet toch mijn inventory naar het legen. Zilver bullets, altijd handig. Ik kijk nog heel eventjes wat er hier in deze kistje zit. En dan ga ik gelijk dadelijk Magic Mirror, hè? Slime, kogels, pak ze. Vreet ze op. En dan kunnen we in de volgende aflevering kunnen we dus... waarschijnlijk is dat dan de... aflevering waarin dat wij aan het vissen zijn en Hellstone aan het minen zijn. Tenminste, daar ga ik vanuit. Nou, ik heb hier in ieder geval alles gecheckt. Dus dan is het even Hadouken terug. En dan doe ik heel even snel mijn inventory legen. Want dan kan ik even een bordje... trouwens, bordjes die hangen er allemaal. Toch even snel even de inventory legen. Pop, 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 pop. Hellfire arrows. Hebben die nog niet in de ammo? Oh. Apart. Logica's met een broodje gezond verstand ingesmeerd met boter. Ja, het enige jammer is die Hellfire Arrows, die kun je dus niet samen gebruiken met die boog. Want je wil daar gewoon houten pijlen voor gebruiken. Ja, dat weet ik, maar daar heb ik er ook nog genoeg van. Dus, ik heb trouwens een Shadow Chest gevonden, alleen ik heb geen sleutel, dus kan iemand teleporten? Ja, of we lopen gewoon naar je toe. Maar ik ben even bezig met de Wall of Comment dinges, hè, want... Ik kom wel even naar je toe. Is goed, ik sta ernaast. Nou, ik doe eventjes al die dingen zelf in de bossetjes, die mafketels, die guide voodoo dolls. Die hebben we later pas nodig. En die... Even kijken, wat doet dit?
Reduces damage from touching lava. Ik heb een obsidian skin potion, dus die mag gewoon bij mij in de... Waar hebben we hem? Accessoires. Oké. Dus die mag daarin. Hellbat, banner. Dit is allemaal voor mee. Even kijken, hoeveel damage doet deze? 23. Hoeveel doet deze? 17. 23. 17. 3. Dag. Oké, dan moet ik wel gewone pijlen hebben. Maar ik had net toch gewone pijlen, maar... Hé? Ammo? Ja, hier. Obsidian skin potion, die wil ik dan bij me houden. Stenen hebben we nog nodig om eventjes verder op de brug af te maken. Een obsidian skin potion, die geef ik dadelijk nog eentje aan Mube of Erik. Wie het liefste wil, wie hem het liefste aankijkt. Eeuw. Nou ja, ik kan best wel goed mijnen zonder, dus... Dankjewel voor die enthousiasme! De volgende keer zal ik wel zeggen... Ja, graag! Ika! Dank je! Dat stel ik op prijs! Oké, zal ik doen. Fijn! En... Waarom? Wacht eventjes. Heb ik nou gewoon... Nee, ik ben gewoon thuisgespand. Jongens... Ja? Iemand heeft waarschijnlijk naar huis geteleporteerd en is terechtgekomen op de plek waar dat wij dus zeg maar al die dingen hebben staan. En dan mist nou een deur en een gedeelte van de vloer. Dus iemand heeft hem in zijn inventory bij. Mijn plan is inderdaad verdwenen, want ik heb het in mijn inventory. Nou, als je dadelijk terugkomt, doe dat even fixen. Zal ik doen. Brave jongen. Nou, we zitten al bijna op 40 minuten. Ik moet echt eventjes de kistje. Is dit magic? Ja, dit is magic. Dan moet die in. Want dat is allemaal voor Arier. Met hoofdletter W. Pas erop, hè. Vergeet ik niet meer. Het gaat best wel gedoe worden om naar jou toe te komen, eigenlijk. Je hebt toch een magic mirror? Ja, maar geen... potions om te teleporteren. Je hebt toch een magic mirror? Ja, maar dan kan ik naar huis komen, maar niet naar Erwin. Moet ik dan maar eventjes daar naartoe gaan dan? Zou het wel iets makkelijker maken. Nou, wil jij dat dan even fixen? Prima, we zitten een klein beetje in overtime. Nou, waar is dat kistje? Ben ik nou naar jou? Oh, ik ben naar de verkeerde geteleporteerd. Maakt niet uit. Kan even niet. Dus... Ik ben die lefrozer. Ik spring gewoon door de lava heen. Ram overal alles. Gewoon helemaal kapot. Je bent wel heel ver gegaan. Oh. Er is veel lava. Was het niet gewoon makkelijker om naar mij te teleporten in plaats van Erik? Nou, ik heb nog wel genoeg potions over. Maar die gaan we dadelijk genoeg nodig hebben. Dus... Ik loop gewoon even rustig jouw kant op. Ik wil zitten toch al een overtijd. Kijk eens, die heb ik zoiets van... Nee. Doe niet stoppen met de aflevering. Is veel te leuk. Like. Oh, nee. Sorry. Nou, ik zie niet wat er kapot is gegaan aan het huis. Alles ziet er hier intact uit. Je hebt het dus al gemaakt. Dankjewel. Plus, ik teleporteerde vol automatisch toch naar mijn huis. Al heb ik wel een living wood door in mijn inventory. Dus ik snap niet hoe... ik die in mijn inventory heb gekregen. Hoe waarschijnlijk is het jij niet alleen... iets kapot zag. En hoe ik niet iets kapot zie. Nou, ik zou dadelijk wel even nog een keer komen kijken. Ik ben er bijna bij Erwier. Ik ben bijna bij zijn kistje. Dus even geduld. Oké, is goed. Ja, ga maar even jezelf even lopen neuren. Dat vind ik ook goed. Oké, nog 200 feet. Ik ben er bijna. Mooi. Oh. Eens even kijken. Ja, hij is er, hoor. Het handigste om als eerste... Ik weet niet wat het handigste is als eerste, maar ik wil je zo snel mogelijk weg! Oh, ik kan mijn armor set al volledig maken. Hier, pak dit schap uit. Ga weg, jij. Meteor bars. Oké, prima.
Trouwens, ik heb nog een heel leuk verhaal aan jou te vertellen. Er was namelijk eens een... Zo. Daar hebben we ook weer gehad. Erg interessant. Hé, hey, bij mij is het kapot. Hier, let op. La 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 la. Ik val hier door een muur. En ik zie daar geen gat. En ik was geteleporteerd naar mijn eigen huis. Maar ik heb wel een living wood door in mijn inventory zitten. Nou, geef dat, maar geen hout dus. Nou, hout had ik al. Nou, dan zal dat er wel bij zitten. In ieder geval, het is gefixt. Nou, op mijn beeld is er niks veranderd, maar... Ja, ik ging door muren heen waarschijnlijk. Ja, dat wel. No clip, hacks! Hallo, ik heb voor jou een Rico Potion. Kijk eens, mag je hebben. Heel veel damage. Ja, zo heb ik in de Magic Kids heb ik nog meer voor jou gedaan. Geval. Deze die spaar ik dan nog eventjes. Stuiter, stuiter, stuiter. Goed, wall of comments. We zitten in overtijd. Ik moet nu echt die comment. Ga uit die resource kist. Ik heb toch een ook zag niet dat ik erin zat. Sorry. Smoesjes. Oké, even kijken hoor. Wij hadden een heel mooi... Ja, hier. Kistje! Kistje! Die moet ik even hebben. Torches, die mocht ik ook even extra verkopen. Want daar had ik er ook te veel van. Jongens. Jongen? Ja. Nee, NPC's. Niet jullie. Als ik jullie iets verkoop, dan krijg ik te weinig geld voor terug, hè? Dat is, wat een vertrouwen, ik weet het. Goed. Wall of comments, nu. We zitten al op 41 minuten. Holy snikies. Oké. Hebben we nog in part 11? Wel toch. Part 11 nog niet opgehangen. Part 10. Part 0. Robin van der Snoep, part 0. Staat nog niet eens 11. En dat is nog niet eens in de comments genoemd. Nou, dat trek ik wel een andere keer. Dat ik ken niet naar boven toe. Dan moet ik heel dit weer opnieuw gaan typen. Daar hebben we geen tijd voor, want we zitten al zo erg in de overtijd. Oké, dus dit is part... blank. 51? Nee, part blank. Dan gaan we hier naar part 12. Hé, comment van de dag. We gaan het doen. Wat voor gedoe? Die komt van... Ja, jullie zien mijn muis alweer bewegen. De muziek is zelf gelijk eventjes stil. Grim Reaper Games Nederland. Dat is een mond vol. Grim Reaper nog wat Nederland. Grim Reaper Games. Je weet wel, games. Grim we spelen een game, dus games, ja. Games. Je weet wel, games. Gewoon van games. Je weet wel, games. Gewoon games. Niet ongewoon, maar gewoon. Gewoon. Okay. Die had geschreven, de Eater of Worlds in Expert schiet de kop stralen goo die de Wall of Flesh ook uit zijn mond spuit. Ja, klopt. Alleen wij hebben dat dus nog nooit meegemaakt, omdat dat gebeurt eigenlijk alleen maar volgens mij bovengrond. Tenminste, dat had Erik uitgetest. Dat weet ja, ik zeker. Klopt. Nou, ik heb het niet uitgetest, maar ik zag in de wiki dat dat alleen maar bovengronds gebeurde. Normaal gesproken is bovengronds veiliger, maar in expert mode dus niet. Ik heb nooit bovengronds eigenlijk gemaakt. Ik ook niet. Daarom wist ik er ook niet van. Maar in ieder geval bedankt voor die informatie, want wij wisten het nog niet eens. En wij zijn al behoorlijk ver in expert mode gekomen, zoals je in het spoiler gebied hebt gezien van sommige einde van de video's. Maar met dat ga ik nou toch deze aflevering afsluiten, want we zitten enorm in de... Alsjeblieft zeg maar dat je het opgeslagen hebt. Hij heeft de comment niet opgeslagen. Och. Nou, ik ga die comment heel even zo snel neerzetten. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, dan zal die misschien ook wel op zo'n leuk bordje komen op de wall of comments. Als ik weet hoe dat de tekst opsla. Laat een like achter deze aflevering als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Of misschien bij een volgende livestream. Wie weet. Dus met dat gezegd te hebben. Hebben jullie er nog iets aan toe te voegen? Nou, ik heb er weer zin in eigenlijk. We hebben nu een tijdje Pixelmon gedaan, maar ik heb ook wel weer zin om Terraria weer even lekker te doen. Ja, dat zijn we nou aan het doen. Ja, exact hetzelfde, ja. Nou, nee hoor. Ook weer zin in, lang geleden. Tot de volgende aflevering, jongens. Doei! Doei! Doei!